Goedemorgen, Malu. Goedemorgen. Vandaag ga je bootje voeren? Nee. Nee. Maar het is vandaag, is het? Moederdag. Yes. Ja. Eigenlijk liep het zo mooi om zeg maar, zo'n ontbijt of zo. Water. Een beetje geprutst. En, ja. Een beetje beschuten. Een beetje... Mooi geklede asbak. Ja, ik heb geen idee of dat met me ook. Nee. Verder ook geen plan. Maar nee. We gaan gewoon de provincie in. We zien wel wat tegen. We gaan naar het oosten vandaag. Oosten? Ja. Leuk, ja. Ja, dan kom ik weg, ja. Dat vind ik mooi. Ik weet, ja. Ja. Nou, Bras. We gaan naar het oosten. Die kant, hè? Ja. Nou, moeilijk. Dat speeltje kan ik wel overheen, Riet. Nee, nee, ja, dan moet je omheen, want dat is heel duur. Maar trapt jou mee, Jan? Ja, want dat is een duur spul. Sospira il mio cuore, forse non s'userà più. Ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio. Ik zag hier net een bus met allemaal van die hondenhokken erachterin. Misschien ons een dagje op met honden of zo. Ja. Hij is wakker. Goedemorgen. We zijn de bus staan. We zijn allemaal van die kooien, van hondjes. Ja. Is die mensen nu gewoon een dagje met hondjes uit? Nee, wij hebben schapendrijfhonden voor wedstrijden. Oh. En wij hebben een zwerfhond in foster, zeg maar. Die we moeten socialiseren om aan het gewone leven te wennen. Nou, gaat nog niet heel soepeltjes, maar... En hoe kom je eraan? Is het even zo'n stichting of zo? Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik doe bij tijd en wijle vrijwilligerswerk voor een stichting. En die heeft als doel om honden en katten te steriliseren en castreren in Roemenië. Dus eigenlijk niet om de honden hierheen te halen. Maar af en toe valt er een centje tussen wal en schip. En ja, komt op hun pad. Nou, en dan gaan ze die wel bemiddelen. Op welke benadering, tussen wal en schip, komen ze erin achter als ze hier zijn dat het nooit. Nou, in dit geval was dat wel zo. Deze hond schijnt gewoon een beetje chronisch bang te zijn. Dus dat is iets van de hele lange adem. En ja, de meeste mensen hebben daar gewoon niet zo'n trek in. Kijk, en we hebben meerdere honden. Dus daar trekt hij zich ook een beetje aan op. Ik vind het een mooi noem vinden, de Romeinse hond Ari. Nou, het grappige is dat het nestje hebben ze de autootjes genoemd. Want ze hebben daar natuurlijk vaker groepjes met honden. En ja, op een gegeven moment ben je wel uitgeklooid met allerlei hondennamen. Dus dan ga je in thema's denken. En dit waren de autootjes. En dit is Ferrari. En zijn broer heette Lamborghini, zeg maar. Dus dat hebben we afgekort tot Ari. Want Ferrari, dat klinkt zo raar hè, als je dat gaat lopen roepen. Ja, mooi hè? Ja, een mooi verhaal, man. Ik weet dat je dat op deze manier dan. Zo'n hondje, zeg maar, die zoveel mitmoek heeft. Ja. En de rest die gaat er ook heel goed mee om, hoor. Dus, maar dat is natuurlijk ook de verhaal, ja. Als je zoveel honden hebt. Ja. Het kan ook een vechtpartij worden, maar... En dan is het wel fijn dat dit een mannetje is. Die doen er eigenlijk niet zo moeilijk over. En, teefjes kunnen nog wel eens een keer stevig met elkaar vechten. Ja. Maar dat valt hier eigenlijk reuze mee. Ja. En ik werk met de honden hier op de ijsbaan. We hebben schapen lopen hier in het dorp. En ik begraas de ijsbaan. En daar train ik voor schapendrijfwedstrijden. En dan ben je met zo'n fluitje, zeeling, storm en zo. En ik vind het als je mooi, die hond, die wil voor je waken. Ja. Wat ben je? Border collies. Ja. Die wilden we voor je down. Hè? Heb je tijd? Dan gaan we er even heen. Ja, zeker. Twee minuten hier vandaan. Ja. Kun je het even zien? Ja, klopt. Gewoon kijk. Ja? Ja, natuurlijk gewoon mee. Oké, okay. Ja. Ik doe even een lange broek aan, dan gaan we die kant op. Doe maar een lange broek aan. Ze zijn nou al blieden. Ja, dat is het leuke eraan. Ze hebben er altijd zin in. Ja. Wauw, dat wordt ook wel. Nou, dan even, je bent nou bij de ijsbaan, hè? Ja. En nou? Ja, nou, dit is het trainingsveld. Ik ben voorzitter van de schaatsvereniging in het dorp. U weet nou ja. Nee. 'S Winters laten we de water oplopen. Dat gaat er ergens begin maart gaat het eraf. En voor ons als schaatsvereniging is het superbelangrijk dat het gras kort blijft. Ja, dus vlak voor de winter trappen de schapen die ijsbaan heel mooi strak aan. Dan laten we de water oplopen.
En ik heb eigenlijk de mogelijkheid om hier de hele winter en de zomer te trainen. Nou. Dus dat laat ik nu even zien. Dit is Pien. Pien. Ja. En Pien staat klaar om de schapen die helemaal achter op de ijsbaan onder de bomen staan. Die stuur ik zo weg. Eigenlijk als ik niks hoef te zeggen, brengt zij helemaal zelf die schapen weer naar mij toe. En ze staat al klaar, hè? Staat al klaar. Altijd in de hoogste versnelling. Dus ze gaat er als een speer vandoor zo meteen. Het trilt toch gewoon, hè? Ja. Zal ik het even laten zien? Ja, tuurlijk, nou, dit is ja. Het fluitje waar jij net over had, hè? Ja. Dus hier geef ik de commando's mee. Dus als ik één fluitje doe... Daar gaat hij. Nou. Dan weet ze eigenlijk helemaal zelf wat ze nu moet doen. Die schopjes helemaal in de gehoorn dat er wat gebeurd gaat. Ja. Ben die schopen er nou aan gewend? Is dat met willekeurige schopen, kan dat ook? Of? Als een schaap nooit een hond heeft gezien, dan gaan ze eigenlijk uitlopen dagen. Dus dit zijn wel schapen die vanaf jongs af aan met honden hebben gewerkt. Ja, precies. Ja. Moet ik zeggen. Dit zit in haar genen gefokt. Hier heb ik eigenlijk ook vanaf jongs af aan heel weinig aan hoeven doen. Dit doen ze helemaal zelf. Er is maar één ras die dat kan, dat zijn border collies. Ze doet het nu heel netjes. Hè. Ze houdt iedere keer door dat bewegen, houdt ze die schapen een beetje bij elkaar. Maar als jij schapenboer bent, dit kan ze ook op 10 kilometer afstand doen. Nee. Ja. En dan blijft ze dat gewoon doen. We hebben dat wel gedaan op een hele lange dijk op de Schelling. Die was iets van 3 of 4 kilometer lang. En ik heb haar daar gewoon naartoe gestuurd. En nou, heel langzaamaan. Het duurt een uur soms. Maar die schapen komen hier echt, wel te staan. Zij zal niet verzaken totdat zij die schapen eigenlijk bij mij heeft gebracht. Dus je net onderweg zal ik vertellen. Doe ga zelfs naar Engeland hè, met, ja. Om te trainen. Hè? Ja. Dat komt omdat Nederland is heel, heel vlak. En als wij Europese kampioenschappen hebben, bijvoorbeeld in Zweden, dan kan het maar zo zijn dat het veld opeens in de bergen ligt. Als je dan je honden niet hebt geleerd wat het hoogste verschil is, dan weten ze gewoon niet meer wat ze moeten doen. Dus ik ga 2 keer per jaar naar Wales om in de bergen te oefenen. Om die hondjes echt het perspectief te leren wat hier in Nederland eigenlijk niet voorhanden is. Mooi. Nou staan we beter. Staan we ervoor? Nou zit Joen aan het voetbal om te kijken. Ja. En dan zetten we in die bus er. Ja, nou dat is hartstikke mooi toch? Ja. De zon schijnt. Ja. Het kan niet meer stuk. Nee. Gefeliciteerd met moederdag. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja toch? Ik ja, is van de oor wel. Hè. En dan wist moederdag en dan mooi in het voetbalveld. Ja, ja. Ja, mijn zoon is de eerste speler. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Al een cadeautje had van morgen? Ja, een heel mooi cadeautje heb je mij gedaan. Wat dan? Ja, ja, ja. Ontbijt op bed. Beschuiten, jus d'orange, koffie. Nee, nee, is echt cadeau. Nee, dat ik heb zelf gedaan. Ontbijt, ik heb zelf gedaan. Ja, hè? Maar welk cadeautje? Ja, is een mooi cadeautje, groot cadeautje. Hij heeft het nog niet opengemaakt. Ja, nee. Dat is een verrassing voor straks. Oh, dus eerst met het gezin naar het voetballen? Ja. Eerst met het gezin naar voetballen en daarna de cadeautje openmaken straks. Oh, wauw. Maar doe eens wat erin zit. Ik weet het wel, zij niet. Dat is een verrassing. Spannend. En dan weer straks is het klaar zijn met voetbal. Maar ik ga het niet zeggen. No. Ik hou het niet zeggen? Nee, ik hou het voor de verrassing. Ja, ja? Je kunt ook een beetje groen als proten, ja. Beetje wel, ja. 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 Ja, dat moet ook wel, hè. Je komt toe Friesland zeker, ja. Nee, ik ben hier altijd gewoon in het neuren. Ik heb altijd in een neuren van groen gewoond, dus... Okay. En dan leer je dat wel, ja? Dat leert vanzelf wel. Ah, ja, klopt, man. Allemaal goud, jongen. Dus moeder. Ik kan wel goud verstoren, maar spreek gaat nog wel. Maar verstoren helemaal wel goud. Goh, ik kan dat met die. Ja, gaat heel goud met hem. Ja. Ja, vooral met de dialect, ja. Volom, hè? Jazeker, dat lukt wel. Mooi. Ja. Hey, moederdag. En dan moest hij aan het voetbalveld zitten. Ja, voetbal in de zon gaat voor. Is dat zo? Ja, dat is echt zo. Maar ja. Je hebt net al met de buurvrouw even over gehad, zeg maar. Het cadeautje zit nog in de verpakking. Ik heb nog niks gehad. Hoe bedoelst? Nou, nog niks ontvangen van mijn kinderen. Alles lag nog op bed, de oudste twee. En de derde, die staat hier. Dus maar verwacht ze ja. Nog wel wat? Nou, ik krijg elke dag liefde van de kinderen. Hè. Het is elke dag moederdag. Ja, maar dat is te makkelijk ook, hoor. Dat is te makkelijk. Ja, normaal gesproken hadden ze vanmorgen, zeg maar, hadden ze het hele bed voor krummel zitten, zeg maar, beschuiten en dat soort werk, zeg maar, voor een week lol. Ja, nee, dat is het nee. Nee, dat was er ook niet bij. Zelf opstaan, zelf ontbijtje maken, hondjes uitlaten, doen de kinderen ook niet. Dus nee, de jeugd is te makkelijk. Mag ik even met de jongen praten? Nou, dat is wel een goed idee. Welke is het? Welk nummer er? Oh, nou, hij zit helemaal daarachter. Hij heeft nummer 37. Nummer 37 erachter? Wel goed voetbal. 37 was dat? Ja, we gaan hem pakken. Ja, 37, kom. 100.
Dag coach. Goedemiddag. Ik ben eigenlijk een mooi van de jongen. Ik mag even met proberen. Een mooi minuutje. Ken dat? Is goed hoor. Ja. Nummer 37. Wel is nummer 37. 37. Kom doen ze hier mee. Kom doen ze mee. Ja, staat erop. Ja. Nummer 37. Ik heb met die moedje proberen, Mil. Ja, zeker. Die moeder heeft nog geen cadeautje van me. Oh, het is vandaag moederdag. Oh, dat ben ik vergeten. Ja. Dat mooiste dan nooit. Doe ik vanmiddag denk ik bij de lunch. Even nog de benzinepomp nog. Ja, lampje kopen. Kan. Nou, mijn best, Mil. Maar die moeder die zei al, ze zei van, nou, ik moet zo van bijt mokken. Ik moet de hond uitloten. En die jongen die dan niks. Nee, nou ja. Ik heb chocolaatjes, dus. Oh, die is al wel een beetje. Ja, die heb ik al, ja. Die heb ik verstopt. Ja. Was je van Elmi, de kist gaat morgen, ja. Nou, kijk je even in de camera. En dan gooi je even over die lieve mama. Was je gewoon een verhaaltje vertellen. Lieve mama, ik over je. Was je allemaal dat soort raak, zeg maar. Eén focussen. Dus het was wel echt even dat je moeder met tronen en ook zeg maar, tv zit ik vanop. Lieve mama. Lieve mama. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Je bent de beste moeder van de wereld. Dat is altijd groot. Jij krijgt een heel leuk cadeautje en ja, wat nog meer. En ik loop de honden uit in vervolg. Oh ja, en ik laat de honden uit vanavond. Ja. En vond je ook een cadeautje zonder dat het TV nooit regelen wordt? Ja, is goed. Ja. Nou, kom op, we trainen mee op. Gelukt. Doei. Als ik toes kan, is het over. Als ik toes kan, is het fort. Als ik toes kan, is het over. Als ik toes kan, is het fort. Gewoon van deur. Gaan we doen? Oh, wielrenners, dat is al die gevolgen, hè? Kijk uit. Oh, open. Wie heeft de voorrang dan? Oh, nu wij hebben wel voorrang. Nogal, ja. Haal je het dan? Ja. Ja, wielrenners, hè? Nog een introotje, man. Heb je wat gespot? Ik denk dat dat een soort moederdag setting is. Lekker het zonnetje. Ja. Hoi. Goedemorgen. Ik heb het idee dat dit een moederdag happening is. Ja, dat klopt. Dacht ik al wel. Ja, ja, ja. De rest toe gaat zijn. Ja, hè? Ja. Er komen de kinderen en de kleinkinderen in mijn visite. Ja, zeker. Dat zo hoort dat toch? Ja. Ja. Nou, zo hoort dat toch, maar dat is wel leuk als ze dat doen, ja. Ja. Zeker. En wat is het voor een cadeautje? Nou, kijk door hen, hè. Oh, wacht even. Zo. Ja. Oh. En het... Mooi zonnetje gezet. Ja, oma heeft mijn zonnetje gezet, hè. Ja, zeker. En is toch ook al wat had van me? Ja, ik heb ook al wat gekregen. Ja? Wat had jij voor mij gemaakt, Jesse? Moederdag cadeautje. Ja, een moederdag cadeautje had je gemaakt, hè. En wat heb je gemaakt dan? Het was voor mama een zonnebril, hè? Ja! Ja. Zonnebril? Het was een soort van rekje. En dan kon mama haar zonnebril opzetten, hè? Ja. Ja. Wat zit je hier mooi, hè? Die heb ik in de zon helemaal weer. Ja. Die staat naar goud, hè? Ja, dit is een dalders plekje hier, hè? Ja, ik zou daar straks maar eens voor het schutje. En dan zo met de zon met happakee. En nou ja, lekker. En de zon zit door. Ja, precies. Met zon om toestel. Met zon om toe, ja, precies. Ja, rondom toe, zeggen ze dan, hè? Hoe oud ben je nou? Mijn vingers, hoe Hoe oud ben jij? Ja, om de 3. Kijk. 3. Ja. 3. We hebben een nieuwe chauffeur. Ja. Ja, precies. Mooi, jongen, hè? Ja. Wacht even, jongen. Ik zet hem even op contact. En dan mag zo even toeter. Dit is de toeter. Ja, hoor. Doei. En dan ben je zomaar weer een deur verder. Ja. Is gewoon. Kijk, alweer moederdag, zus wel. Hier ook, hè? Hallo. Moederdag zeker, hè? Ja. Ja, mooi. Op de mooie dag van, hè? Dat bord. Thijs, hoe is het met die riebewies bezig, ja, toch? Ja. Wat betekent... Mag u hier doorrijden? Ja? Ik denk het niet. Gaan we het doen?
Ja, tuurlijk. Een smal weggetje. Past het. Goedendag, jong kerel. Esther, wie ben dit weggetje in Minthoer? Dat mag je officieel niet, maar woon je een beetje schiervolk? Jawel hoor. Ja? Ja. Kan ik hier willekeurig aanbellen of is het gevoelig? Je kan je wel aanbellen. Ja, welke zoals toe dan, als het toe mee vast? Maakt niet uit. Nee? Nee. Allemaal goed. Allemaal goed? Gewoon ja. Aanbellen? Zeker. Een mooi belletje. Volk! Ja, gaan we een volkje doen? Gaan we een volkje doen. Volk! Poging 2. Ja, maar ik ben benijd. Oh, die hebben zo'n slimme deurbel, want die kent zo niet wie er binnen. Oh ja, oh, dat vind je altijd leuk. Of toch heb je zo'n even in beeld? Oh, ja. Ja. Ja, dat is leuk. Ja. Ja. Oh, hier is een lange tjoes, denk ik, die bel. Hier zitten deuren. Oh, wacht even. Briefje. Pak je maar onder de overkapping, dat is niet gunstig. Nee, dat is niet belletje. Gunstig. Twee keer nee. Oh. Dat wordt nee. Direct welkom. In totaal stonden vaarhuizen. Ja. En dit is de laatste. Ja. Dit is het ook doorn, hè? Volk! Ja, kijk! Yes! Hey! Zit er... Hallo! Hoi! Heel gelukkig! Hoi! Hij gaat dijk aan. Dijk aan, hoor. Ja, hij gaat dijk aan. Ja, mooi! Hallo! Wie wil naar mijn visite komen? Oh, nou, dat nou, kan. Je ik bent zou zeggen, kom erin. Ja, dankjewel. Gezellig. Kom maar. Oh, mooi, over de kousthaal. Je woont toch zelf ook in de boerderij? Jazeker. Oké. Okay. Ja, ik heb mijn kousthaal er nooit meer in. De grub ook niet meer. Maar, Nou, wie had hier altijd een kwekerij? En wie bent sinds... Oh, dan word ik hem denken, hoor. 2020, 1 januari 2020 zijn we gestopt. Oké. Oh, je bent recent stop dus? Ja, 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 zeker, ja. Wat voor een kwekerij hebben jullie dan? Dat is zomerbloemen. Ah, ja. Ja, en dat hebben we 34 jaar gedaan. En alle bloemen gingen naar Eelde. Af en toe gingen ze naar Rijnsburg. Ja. En, maar het werk werd te zwaar, dus zijn we ermee gestopt. Onze tunnels. Ja, we willen alles zijn. Nee, we willen het hoes bekijken. We willen alles zijn. Ja, alle. Bobben ja, we. Gaan we weer terug? Ja, gewoon daar kennen. Ja, moet je gewoon eerst binnen kijken, toch? Nee, ga er maar gewoon achteraan. Maar doe best nou een echte gerunnige camera. Nee, ik kom uit Den Haag oorspronkelijk, daar ben ik geboren. En hoe lang is het hier al wonen in Grunnen? Vanaf 85, dus dat is 37 jaar. En je praat toen nog zo? Ja, ja, ja. Eerst heb je gewoon Grunners leren, niet iets? Nee, dat kennen we nooit. Dan moet er nooit aan beginnen. Dat is gewoon gehuur. Als een Hollander een Grunningsbrood. Nee, hoor. Kom maar met. Ja, ik vond hem leuk. Een boekje. Een boekje? Ja. Ja, klopt. Ja, zeker. Kijk, hier waren wat in het zwaak. Hier. Dit. Dit was allemaal van ons. Oh. En ja, als we nou nog aan het werk waren, het hartstikke droog. Met bloemsnien, schoffen, wijn, dat soort dingen. Ik zal mijn broer helemaal van dat. Wat een verschil met zoveel activiteiten en nou even... Ja, nou minder, dan moest wel een win. Stonden hier van die tunnels op? Nee, hier. Oh, wacht even. Hier. Ja. Hoe doen stonden tunnels? Ja, hier hangen we altijd iets agapanzes in. Daar ken ik straks ook wel zo in hoe dat eruit staat. Wat een verschil. Wat komt met die temperatuur? Dat is wat, hè? En wat stond hier voor gewassen in? Agapanthus. Daar ken ik wel nog. Oh. Agapanthus. Nou, agapanthus, kijk. Agapanthus. Moest even filmen, hè? Agapanthus. Oh, kom. Hier nog meer. Oh, hier bij de plant stond er ook, ja. Oh. Zo, kijk, dit is waar we deden. Vuurtrek. Zo. En dan wordt ze geen... En dan waren ze ongeveer deze hoogte en dan ging het naar de veiling. Maar nooit in deze pot, nooit een kleine. Wist u de agapanthus nou niet meer? Nee, want kijk maar, dit heb ik nog. In Schilwol als kweker. Maar veel hagenezen met geen kwekers. Dat heeft met de prijs te maken, hè? Wat heb je toch met me koffie gekozen hier om hier wat te beginnen? Nee, daar ben ik te loops tegengekomen. Dus. Op
een gegeven moment leerden we ook al kennen te doggen wie. Waarom zou het eigenlijk met z'n tweeën dan? Dan denk ik, oei, mag ik toch één ding? Ik ben gewoon begonnen, dit hebben we doen. Dat is het enige wat we doen. Ja, en wie ben begonnen en hier ben we. We hebben altijd met z'n tweeën werk, maar wie hem nooit bonjaard. Maar bij ons ging het altijd over het werk, hè? Ja, en vind je dat leuk? Ja, wie wel, ja. Ja, wie aan de nooit geen moeite met. Schijn en tiet, zodat ik die kan verzien. Maar ik wil die. Nou was de ski. Een standbeeld van United North. Die hond heeft model gezeten. Ja, ja, dat zeg ik. Ja. Mooi. Wat een prachtig plooitje. Dat hoort ik. Ik zag jullie net zitten, die zo. Ja. En rondlopen. Ja. En staan wil te wie. Ja, 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 ja. Deze is mooi maken, hè? Ja, dit... ja. Ja, is geweldig. En een zulf model stond? Nou, zonder hoofd op blikken, maar dat is een beetje krom. Die is te warm voor zijn vrouw. Die komt van die? Ja. Ja, ja, wat is een deze dag? Ja. Ja, ja. 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 Ook wanneer je het zou om op een gegeven moment om hierin te zetten? Mijn man die was 21 meter jarig, dus dat is een mooi verjaardagscadeau van de kinderen en kleinkinderen en van mijzelf. Dat betekent dus dat elke nog wel mooi, dat is toen vreselijk gek met die hond. Jazeker, ja, dat is ook zo. Ja, ja. Ja, ik heb blij dat ze mijn auto overhonden en mijn hond. En wat betekent die hond voor die? Alles. Ja? Ja, duurt erbij. Ja, die is alle dagen bij ons. Even van alle pup, zeg maar, waar het bij ons. Nou, dat is achter bij ons in bedrijf. Ja, ja, daar gewoon alle dagen bij. Hoe heet je? Dusty. Dusty. Ken je ook, zeg maar, Luister ook? Ja, zeker Luister. Kan je hier ook in Noord zitten, hoor? Oh, dat wordt dus in net. Ik heb toch een circus rond van gemaakt. Kom eens. Ja. Ja, ja, kom maar. Ja, goed zo, kies dus wel. Ja, nog maar even zitten. Zit. Ja, jo, zit. Zit. Zit, hoort dat toch? Ja, zit. Ah, hij wil niet zakken. Goed zit, Mil. Lukt nou eens. Ja. Nou, het heeft er geen zin in. Wie waren altijd soms, zelfs de honden tol erkleed. Dan klom ik in mijn boom en zwaaide Bobo met de steed. En ik blafte net als in honden in Dalmatinus. Van mooi en al wordt en al goud. En hey jongens, ik naak zo, hè? Ja. Juist. Omdat ik vandoor jorig ben, kreeg ik allemaal nijskou. Ben je jorig, Mio? Nee, dat niet. Oh. Maar ik heb wel zin in nijskou. Hier aan scheelt meer. Hier riemt toch uit meer, jongens. Ik ken bij jullie. Hier ben ik flink net aan de deur zaakt. Echt? Ja. Met skeuvel. Oh. Nou, was de ski. Nou, jongens. Ja, lekker, hè? Zit niet mooi, toch? Ja, dankjewel. Ja, ja, ja. Oh. We kunnen er langer breiden over hebben, maar... De show is vol, het is kloor. Klopt. Stop maar weer. Bedankt voor het kijken. Aankomt een beetje gewoon weer naaien. Hoi. Hoi.